Monique Pool heeft gisteren van de Franse ambassade in Suriname de hoogste onderscheiding ontvangen. Dit gebeurde op de residentie van de Franse zaakgelastigde in Suriname, José Gomez. President Chandrika Prasad Santokhi was ook aanwezig bij de ceremonie. Het staatshoofd sprak zijn waardering uit voor het werk dat Pool heeft verricht en roemde in het bijzonder haar regionale en internationale prestaties als CNN-hero. Voor de milieuactivist was het een grote eer om de onderscheiding in ontvangst te mogen nemen. Dit zal helpen om Suriname nog beter op de kaart te plaatsen voor wat betreft onze groene status en het feit dat we een carbon-negatief land zijn, zei Pool. In 2005 richtte zij Green Heritage Fund Suriname op. Deze organisatie zet zich in voor een groen, gezond en schoon Suriname. In dat kader zijn er al meer dan 1000 luiaards van een gewisse dood gered. Pool levert verder ook een bijdrage aan de bewustwording rond het Surinaamse maritieme leven.